Dat is één, dat is twee en dat zijn drie handtekeningen tegen het massa-ontslag van huishoudelijke hulpen bij Carinova. De protestactie van de SP op de Deventer-Brink gaat als een speer. We krijgen heel veel reacties, want de mensen vinden gewoon dat ik niet kan. Huizen Corel is gesloten, mensen moesten zelfstandig gaan wonen. Dat vinden ze allemaal prima. Hoe langer zelfstandig mensen kunnen functioneren, prima. Maar als je dan het vangnet, de thuiszorg eruit gaat halen... dat vinden mensen een heel slecht plan. Ja, ik vind het schandalig. Dit is natuurlijk de meest afschuwelijke en dramatische beslissing die ze ooit genomen hebben. Ik vind het een schande. Dus ja. We gaan weer terug naar vroeger, hè, dat wij weer voor onze oudjes kunnen zorgen en voor onze eigen ouders. En kijk, op het platteland gebeurt het nog wel, dat weet ik best. Maar het kan toch niet zo zijn dat wij voor onze ouders, dat doe je wel met liefde, maar dat kan gewoon niet meer. Maar dat kunnen wij niet meer. Dat kunnen wij niet meer. Ik bedoel, mensen later. Nee, ik vind het echt een schande. Ja. Succes verder. Ja. Waarom ik teken? Omdat ik het waardeloos vind dat er zoveel mensen ontslagen zijn. Kennelijk is er geen geld meer. Nee, ik snap het wel van Carinova, maar het gaat wel ten koste van de zorg en ook ten koste van de oude mensen die het aangaat. Omdat de thuishulpen bij Carinova, die worden allemaal ontslagen. En dan willen ze gewoon mensen die een uitkering hebben daarvoor in het werk gaan zetten. Nou, dat kan niet. Mensen moeten ervoor opgeleid worden. Nee, ik ben het helemaal niet mee eens. Ik vind de thuishulp is belangrijk voor iedereen. En je mag niet zomaar zeggen van we gaan Jan van de Straat plukken om bij mensen thuis neer te zetten. Dus waar blijf je met de waardigheid van de mensen? Ja, schandalig. Schandalig, echt schandalig. Er wordt niet meer naar de mensen gekeken, er wordt alleen maar naar het geld gekeken. De gemeente heeft er zelf financieel voordeel bij als ze een goedkopere aanbesteding kunnen doen. De mensen die nu ontslagen worden, kunnen straks voor een slechter loon ergens anders in dienst komen. Dat zijn dingen die mensen gewoon niet meer pikken. Het leeft onder de mensen. Ja, er wordt heel vaak geroepen van waarom kan Nederland het niet doen zoals het in Frankrijk gebeurt. Daar wordt alles platgelegd, mensen massaal de straat op. Dat is wat mensen missen, maar ik merk wel gaandeweg dat gevoel gaat groeien van ontevredenheid.